Een Hendrik Nannenstraat, die was er al in Bolsward. Maar nu, 500 jaar nadat Hendrik Nannens en Katrijn Epes hun testament hadden opgesteld, heeft ook Katrijn Epes een eigen straatnaam. En die is in het Hartwatervaartplan. Het is de Katrijn Epes-single. Vrijdag 14 oktober werd er een moerasijk geplant aan die Katrijn Epes-single. Het echtpaar Hendrik Nannens en Katrijn Epes stichten destijds het armenhuis van Bolsward. Ze hebben daarvoor een testament toen opgesteld en dat is precies deze week, 500 jaar geleden, dat dat gebeurde. En nu de Katrijn Epes-single vrijwel klaar is, leek het ons leuk om een verbinding te leggen tussen de straat en onze stichting. En we hebben daarbij de symboliek als volgt gedacht. Wij, Armenhuis, wij zijn voortgekomen uit Bolsward. Wij zijn geworteld hier in de Bolswarder samenleving. En wij willen iets levens hier neerzetten. Iets wat in een jonge wijk geplaatst gaat worden door een hele oude stichting. En met de symboliek van het toedekken van de wortels van deze moeraseik willen wij onze verbondenheid met de Bolswarder grond dus zichtbaar maken. We hebben gekozen voor een moeraseik, ik noemde het al even. Dat is een boom die heel oud kan worden, is mij verteld. Wel 500 jaar. En daar ziet u ook al waarom de keuze op deze boom is gevallen. Wij hopen dat deze boom hier mag groeien en bloeien tot in lengte van jaren. We kunnen helaas niet meemaken over 500 jaar of die er dan nog zal staan. Maar we gaan ervan uit dat die dus een heel lang leven beschoren zal zijn.